Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Glowing Garnet. Shiny Kates ook met Sander van Gaming SB. Ik loop, zoals we wel gewend zijn, een dik voor op Sandring van Gaming SB. Oh nee, mijn controller schiet leeg. Schiet eraf, bedoel ik. Sandring. Oh, ja. Heel ziek, King. Het is nummer 71374 voor de mensen die het willen zoeken. Ik weet niet of je het daarmee gaat vinden. Nou, ik wou het ook al opzoeken, maar ik weet ook niet of mensen in het intro momentje goed konden zien wat het was, zeg maar. Jawel, ja, wel wat het moest voorstellen, maar ik weet niet of ze ook zien waarvan het gemaakt is, laat het zo zeggen. Nou, ik denk niet dat ze dat kunnen zien. Vraag ik me ook af. Dit is nog niet eens alles. Het is zoveel meer. En later, voor de mensen die het gezien hebben. Later, ja Milan, sorry, maar je moet toch even wachten. Later hoop ik, ergens op mijn achtergrond zo, dat ik hem ergens neer kan zetten. Inclusief alles. Dus, als je 71374 opzoekt. Als je nu denkt, waarom kijkt hij naar achter? Oké. Okay. Daar dit staat moet, de doos. Dit moet een Lego set zijn. Hè, wat? Wat bedoel je? Oh, nee. Ik dacht, die code staat gelijk aan een Lego set. Oké. Okay. Oh, ja. Bato van de Water Tribe, waarom kan je niks? Uh-oh. Nee, Bato! Oh. Bato, verlies Bato. Tegen een Primeape en een... Wow. Oh, nu krijg ik er twee. Oh, dat was je mega. Ik maak nog een kans. Sorry, Milan. Sorry, Milan. Dat ik zo speel, maar... Het is wel zo. Ik weet niet of ik met die Swampert namelijk ook een kans maak. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Aan de andere kant, ik moet hun ook nog door. En ik heb... Heb ik een Psyche? Oh ja, ik heb wel een Psyche. Maar die Moona. Ja, dubbel battles zijn altijd naar. Oeh, hebben we Milan Salt vrijgespeeld? Ja, maar dit is zo kut. Dit is wel kut. Heb je nog een goede Pokémon in je box? Of? Ah, ik heb nog zat in mijn box. Maar ook goeie. Ik heb ook nog wat in de box, maar oh, niet goed. Bijna alles wat level 60 is, is oké. Okay, je hebt nog wel letterlijk wat level 60. Nee, maar die kan je toch gewoon level 60 maken. Ja, ook zo. Ja, okay. Ja, ik neem een spin daarmee, dus tjus. What a crazy guy, Ink. Mag ik de Erwan ook gewoon vangen en die... Nee. Maar het is wel letterlijk de enige encounter die ik kan krijgen, zeg maar. Want Loudred heb ik al. Just say. Ik zeg het alleen maar. Nu mag je dan heel lang wachten. Gefeliciteerd met het heel lang wachten. Ja, ik moet zo te gewaren. Dat moet ook nog... Oh, jezus. Want dan als ik twee shiny Aerons zie, als ik er dan eentje dood maak, mag ik de ander dan nog vangen? Ja. Ja, dat moet wel trouwens. Wat lullig. Op zich zou dat bij shiny Aeron wel heel gunstig zijn. Als je twee. Weer een zoepet? Ja. Ik word rood. En niet omdat ik aan het blozen ben. Omdat ik woest ben.
Nu had het dus heerlijk geweest als ik die Aaron wel had gehad, hè? Dan had hij die gewoon als plaatsvervanger gehad. Ja, die was wel nice geweest. Hé, hey, jij kunt hem in ieder geval krijgen. Volgens mij is mijn game alle Aarons geshiny locked. Sowieso duurde het heel lang voordat ik die Zubat kreeg. Toen kreeg ik er wel meteen twee in. Was ik niet heel erg blij mee meteen. Goed, Wally. Oh. Het zit niet mee, ja. Soms. Maar je hebt wel drought natuurlijk. Je hebt niet die OP drought, maar je hebt de normale drought. Yep. Deze game had me echt intens, volgens mij. Ik kan deze tune helemaal niet herinneren, maar het is wel een lekker muziekje. Ik dacht een speed-up nog hoger te zetten, maar... Op een gegeven moment heb je niet zin meer, hè? It failed, zeg maar. Op een gegeven moment als je boven de 300 zit, dan is het praktisch gewoon weinig verschil. Kom op, Sander, ik geloof in je. Ja. Nou, weet niet meer. Daar gaat het dus fout. Ik geloofde en toen kreeg ik twee shiny silhouettes. Drie zelfs. Weet ik niet meer. Het enige waar ik in geloof is wetenschap. Kaboom, man. Ah! Silhouettes halen echt het slechtste in me naar boven. Kijk vorige aflevering maar. Dat was niet grappig. Dat was. Ik heb mezelf gecanceld. Ja, je hebt jezelf wel een soort van gecanceld, ja. Sturdy. Ja, had mijn Aaron maar sturdy. Maar ze hadden alle vier sturdy, behalve degene die ik moest vangen. Klink ik salty trouwens? Dat is wel gek. Welke ability kan Aaron überhaupt nog meer hebben dan? En je had Aaron's enige ability sturdy was. Nou, blijkbaar niet. Want dan ging one kill. Nee, dat blijkt. Weet je, ik zoek het nog wel even op. Het duurt toch nog wel jaren voordat ik een Aaron krijg. Drink salty? Ja. Oh. Ik kan ook gewoon naar boven, een pijltje naar boven doen trouwens, hè jongens. Ik kan hem ook als tweede in je party zetten. Of als eerste. Op zich werkt het ook. Als laatst. Als één na laatst. Hoe is een hunt met 1 op 100 ooit zo slecht gegaan? Volgens mij heb ik letterlijk de langste hunt ooit waarvan de odds 1 op 100 waren. Nee. Ik weet je nog hoe lang ik in het begin heb gezeten. Ik heb een keer een hele aflevering gedaan, hè. Ik twee inmiddels. Hallo. Nee, je bent pas net begonnen. We zijn letterlijk vorige aflevering ben ik hiermee begonnen. Echt? Dat weet je. Toen had ik geen pokeballs, toen ging ik terug in het midden van de aflevering. Oh ja, dat was ook zo, ja. Toen was ik nog blij dat ik hem niet kreeg. Gekregen had. Wel lekker veel Aarons, daar heb ik ook zoveel aan, als het geen shiny is. Oh. Ja, want de vorige aflevering had ik nog dat intro momentje met waarom ik met die shiny Aaron en dan haha, dit is de reden waarom ik geen party early heb ofzo. Nee, hoe ging het nou?
Oh ja, Mi Wen, verovering, party Arlie's hart. En dan een shiny arrow. Oh, dat zag je hoeveel damage dat deed? Nee, ik was even niet... Ja, op mijn scherm gebeurt heel veel namelijk. Dus ik bij mij one hit KO did die bijna grounden. Oh, leuk. Goed om te weten. Maar hij is fighting type, dus daar heb ik iets voor. Wat deed hij dan? Een fighting type? Ja. Yeah. Een neutral fighting type? KO'd? Een legend? Op en down, ja. Niet restore. Dat klonk als een hele verlepte buzzer trouwens. Oh? En dit ding zit ook nog steeds voor me. Ja, nee. Ik hoorde wel een shiny geluidje, maar dat was ik zelf. Oeh, een Mewtwo Night Eye. Okay, Sander, hey, als jij alvast even de Elite 4 gaat doen, ja, dan ga ik even Shiny Aaron proberen te halen, oké? Ik wou net tegen je zeggen van probeer er maar één te vangen. En dan maken we nog wel Shiny, omdat het in dit geval inderdaad niet uitmaakt omdat je alle anderen al geclast hebt. Ja. Zou ik voor de C, ja, ik kan hem sowieso gewoon eentje vangen. Maar dan kan ik wel heel... Ja, oké. Okay. Nee, ik kan wel. Het mooiste zou zijn als het straks gewoon shiny is. Maar nu kom ik geen Arons meer tegen. Dit is echt niet normaal meer, zoals Mark zou zeggen. Dat zou Mark wel zeggen, ja. Dit is niet normaal meer. Nou, weet je wat ik dus laatst hoorde? Toen de radio aanstond. Toen was er dus een sportje. En die deed zo van, dit is niet normaal meer. En dan op het deuntje van een liedje. Bij jou? Ja, wacht. Zo. Dit is niet normaal meer. Ja. Nou, alleen stukje, dit is niet normaal meer. En toen dacht ik echt van, what the fuck? Their armen aren't nervous right now? Featuring Zubat trouwens, Heb je die al in de titel staan, featuring Zubat? Nee. Ik kan surfen. Als er geen van hun sturdy heeft, dan ben ik wel fucked. Even kijken wat die andere ability is. Heavy metal. Oh, rockhead. Ik ga het gewoon doen. Maar nu, dit is natuurlijk heel gemeen, want ik kan nu kiezen, zeg maar, dat ik een sturdy mon kies. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat vind je dan niet zijn, erg? Dan zijn we van dit gezeik af. Oh, dan moet ik wel even kijken welke wat is. De man is bijna dood, ja, dus dan ga ik voor de andere. Misschien is die ook al sturdy, oh ja. Nee! Oh. Hij swapt alleen maar, hè? Niks aan de hand. Vroeger was dat niet zo, volgens mij, hoor. Wat? Vroeger, als een wilde Pokémon roarde, dan was je weg. Oh, nee, dat is bij Whirlwind.
Was dat bij Roar ook? Ik dacht... Zou best kunnen hoor. Kan best. Ik heb geen idee eigenlijk. Als hij nu even roart naar Spinda, dan kan ik hypnosis doen. Dank je. Eindelijk. Het zit eens een keertje mee. En voor je dit? Ja, dat viel te verwachten. Kijk. Oké, je mag in ieder geval de rest met speed up doen. Ja, ik weet niet of ik dat wil als er zulke open mannequins zitten. Nu doe ik wel even speeden, want dit is gewoon... Oh, ik wou zeggen, dit is gewoon bal gooien en toen had ik hem in één keer. Oh, wel een kap naar binnen. Moet ik hem direct shiny maken? Nee, dat kan na deze aflevering wel. We hadden wel gezegd van, yo... Je kan hem gewoon gebruiken ook, als je wil. Ja, kat. Dan moet je niet voor mijn voeten gaan lopen, dan mag ik hier best zijn. Nu nog een naam. Wat is een goede Stoneman van Zoom 11? De muur heb je natuurlijk. Je mag er 2 seconden over nadenken. De berg. De berg is wel cool. De berg is wel cool. Ja, volgens mij had ik al wel letterlijk iemand die ik de muur had. Ja, kat, ga die zijkant eten. Sorry, ik had even ruzie met mijn kat. Een Gordon. First. Dat gebeurt niet vaak. En Aaron, als Aaron nou strength kan. God. Gravity? Yo, dat ken ik. Dat is. Vandalisme is dat volgens mij. Gravity. Is dit van de trainer? Is dat van de trainer? Oh ja, het is een trainer, ja. Die is van een trainer. De graffiti van een trainer. I call nice. Vandalisme. Zal ik jou de weg wijzen? Je gaat nu naar boven? Oh. Ja? Nee, ik weet het. Ik moet terug. Waarom moet je terug? Nou, omdat Aaron kan waarschijnlijk wel strength, toch? Dat denk ik wel. En ik denk dat dat op zich voor Aaron nog helemaal geen verkeerde move is. Hij heeft cut moves. Dus, dat kan wel. Ja, misschien krijgt hij wel hele goede moves. Maar goed, ik... High risk, high reward. Dan kan ik hem wel gewoon meenemen, zeg maar. Dat is op zich wel fijn. Want we hadden geen dive of waterfall nodig, hè? Nee. Alleen maar strength in de cave zelf. Ja, precies. En surfed. Ja, dan moet ik nog wel even Rekandy, hoor. Het is bij mij allemaal geen roze geuren maneschijn. Of hoe zeggen ze dat altijd? Volgens mij zeggen ze dat altijd zo, toch? Rocktoon? Ja, high risk, high reward. Taking down? Ja, dat ga ik niet doen. Hij heeft Sturdy. Ik wou zeggen, oh, heeft hij Rockhead? Nou, ik denk het niet, Sander. Ik denk het niet. Metal Sound, nee. Hij heeft wel een evolutie. Oh, hij ziet er niet shiny uit, trouwens. Hij is ook wel niet shiny. Oeh. Iron Head of Iron Tip? Oh, Iron Head toch. Ik ga liever voor de zekerheid. Sowieso nu voor Protect, want Protect is kut. En Competitive is Protect dus echt heel veel gebruikt, hè. Ik zou het niet verwachten. Het is gewoon uitstel van executie. Ja.
Ja, blijkbaar is het toch wel een goede move, maar ik zie het niet. Double Edge, nee. Mag ik nog een ander tipje geven? Nou. Breng alles even naar 57 of zo. Oh, dat is wel goed. Oeh, zijn move set is niet heel goed tot nu toe. Ik ben wel blij dat ik hem die Iron Defense heb aangeleerd. In plaats van Protect. Nu ik weet. Kijk. The more outweighs. And I do be outweighing. Ja. Ben ik geen ground? Nee, hè? Ik ben rock. Rock, steel rock. Als ik een mega had, zo'n stone, dan was hij pure. Pure dingetje. Nou, nee. Was hij pure steel. Trash, dat is een trash move, dat gaan we doen. Op zich is trash best wel goed, alleen het punt is dat je locked in bent. Yep. Dat is naar. Daar hou ik niet van. Nou jongens, dit was de aflevering. Ja, ik wil de aflevering eigenlijk wel beëindigen zo. Godverdomme. Ik wil nog, als je even snel bent, dan kan je nog even één battle doen of zo. Ja, dan heb ik tenminste nog iets gedacht. Mm-hmm. Oh jezus, sorry jongens dat mijn ding zo saai was. Moet ik naar boven wel? Zij ja. Volgens mij, klopt dat, even denken. Maar ik dacht dat ik hierboven... Oh nee, links, ja, je moet naar links, je hebt gelijk. En dan boven. Ja, hier moet je naar boven. En dan hier naar links. Is dit mandatory? Ja. Ja. Dit is een 6 battle order, een 6. Oké. Dat vind je wel. Is dit ijs of zo? Ice, daar ben ik niet echt achter gekomen. Kom op, doe wat. Zou die nog bug zijn? Je merkt het vanzelf. Het is niet dat je doodgaat of zo als je hij raakt. Ik weet niet of het nu super effective was door dit. Oh, dat is Psych. Ah, hij is ook. Nou ja. Ja, precies. Zo'n one keertje. Flygon. Ik heb Surf. Dus... Je hebt ook Dragon Pulse. Dragon Pulse is super effective en step. Oh ja, dit was dom. Ik was wel eerst. B-drill. Ja, dan ben ik flying. Flying is super effective tegen Bug, toch? Ja. Ja, oké. Full Corona. Ja. Acrobatics. Acrobatics is best wel OP, dus dat scheelt. Nog steeds Bug. Hij gaat wel mega golven, maar dat is op zich niet zo spannend. Nou ja, ik denk dat het wel een 1KO'tje is, toch? Onlangs. Ah, dan misschien dat hij eerst... Oh nee. Nice. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we Sander verder loodsen. Adios, amigos.